Nou, hier zijn een aantal palen geplaatst. Vroeger waren dat parkeerplekken. Dus waarom niet een aantal extra parkeerplaatsen, meneer de wethouder? In veel wijken zorgt de invoering van betaald parkeren voor onrust. Maar de bewoners van Duindorp voelen zich helemaal gepasseerd. In een brief schreef wethouder Ton de Bruin dat er in deze wijk steun zou zijn voor zijn plannen. Niet waar, zeggen de bewoners. Het wijkberaad heeft de meningen gepeild en heeft bij de gemeente aangegeven dat er verdeeldheid is onder de bewoners met betrekking tot de invoering van betaald parkeren. En dat het heel erg handig zou zijn als men dus een onderzoek laat doen, voor de inspraakavond, waarin de stem van de bewoner gehoord kan worden. De wethouder gaf later toe dat zijn brief genuanceerder had moeten zijn. Maar toch zijn de bewoners niet tevreden. Het bestuur van het wijkberaad steekt heel veel vrije tijd in de wijk, ook om de bewoners te vertegenwoordigen. Ja, als je dan op die manier zeg maar, door een wethouder geconfronteerd wordt met het invoeren van betaald parkeren over de rug van het wijkberaad, zonder dat daardoor voor de bewoners zijn gehoord, ja, dan kan ik eigenlijk niet meer spreken als van een schandalige handeling. Duindorp wil dat de gemeente echt komt luisteren en open staat voor alternatieven. Er is plek genoeg voor auto's, dus betaald parkeren is niet nodig. Langs de Nieuwboerweg zouden best nog wel wat meer parkeerplekken gemaakt kunnen worden. En hier en daar in de wijk zijn er ook nog wat plekjes die je zeg maar, kan creëren door hier en daar wat op te schuiven. Daar lijkt de gemeente niet voor te porren. Binnenkort is er wel een informatieavond, maar in de uitnodiging staat nadrukkelijk dat de plannen zelf niet ter discussie staan. Dat eerst een goede samenkomst moet wijzen en voor goede voorlichting en klaar. Maar niet gelijk, oh je moet gelijk betalen. En, nee, je moet eerst goed overleg wezen.